Oké, dus vandaag push workout. We gaan starten uiteraard met een goede warm-up. Waarom? Mensen, als die chest trainen bijvoorbeeld, die hebben nou altijd last aan hun schouders. Dat is de meest voorkomende blessure. Dus we gaan ineens killen met een goede warm-up. Ja, dus vandaag de push workout. We gaan iets meer focus leggen op de advanced lifter. Oké? We gaan een paar bepaalde technieken bekijken, laat ons zeggen, om intensiteit te verhogen. En dus inderdaad, omdat we er al vaak op gehamerd hebben, en dat is een vraag die we vaak krijgen, je moet goed opwarmen eerst. En dan de vraag is, hoe moet die opwarming er juist uitzien? Dus daar gaan we nu mee beginnen. Oké, dus we gaan starten met een paar simpele basic dinges. Gewoon om je schoudergewricht op te warmen. Gewoon om daar een beetje bloed in te krijgen rondom die spieren. En dan gaat je uiteraard nog per oefening een heel kleine opwarming doen. En vooral dan bij die eerste oefening, bij de flat barbell bench press. Let's go. Dus, deze is waarschijnlijk de belangrijkste warm-up voor je schouders dat jij gaat zien. Heel simpel, jij pakt een band, jij pakt een stok, weet ik veel wat. Jij strekt je armen en gaat die achter je doorbrengen, hup. Terwijl dat je armen heel de tijd gestrekt blijven. In het begin gaat dat heel moeilijk gaan, hup, van de zijkant eens checken. In het begin gaat dat heel moeilijk gaan, maar gewoon doen, blijven daarin progressen en op den duur gaat dat vanzelf gaan. Ik ben deze nu al een paar maanden aan het doen. Mijn schouderpijn is helemaal weg en ik ben veel, veel mobieler in mijn schouders. Je gaat deze een 2-3 setjes doen, een tiental repjes en voilà. Dan gaan we het volgende doen. Je pakt gewoon mini weights, fuck it. We gaan wat side raises doen, we gaan wat front raises doen. Je gaat die rotator cuff een beetje losmaken. En dan nu een oefening. Heel veel mensen, ah, dat doet geen zak. Weet je wat, ik vind dat goed toe. Dat is eigenlijk basically hetzelfde. Alsof dat jij deze doet, schouders een beetje los doen, maar dan met gewichtjes. Dus dan ga jij ook gewoon aan deze doen. En mensen, ja, maar dat doet niks, want je bent niks aan het doen met de zwaartekracht. Maat, ik ben basically gewoon actief aan het stretchen. Stop gewoon even met zeveren en doe dat ook. Doe mee. Opwarming. Nu naar de oefening, hoor. Dus wat hebben we nu gedaan? We hebben 5 minuutjes de warm-up gedaan. Dat is heel basic, gewoon die gewrichtjes warm krijgen, los krijgen en actief stretchen. Waarom gaan we niet passief stretchen in de zin van, komen we dan hamstrings even zo aanhouden? Het is letterlijk wetenschappelijk bewezen dat als jij op die manier stretcht, vlak voor een heavy set, dat jij effectief minder kracht gaat hebben. Dus voor je training wilt jij actief stretchen, na je training kun jij eventueel statisch stretchen. Voilà, dan gaan we naar de eerste oefening en dat is een flat barbell bench press. Waarom gaan we die doen? Omdat we merken dat dat een oefening is dat heel veel gebruikt wordt, maar de uitvoering is daar vaak eigenlijk fucking shit. Dus wij gaan nu zeggen hoe dat we het goed gaan doen. Yes. Voilà, en als je nu kijkt naar zijn uitvoering, je gaat zien zijn ellebogen die zijn bijna tegen zijn lichaam gedrukt. Hè? Ongeveer een hoek van een 45 graden. Uiteraard niet overdreven, want dan ga je gewoon triceps zitten. Maar waar dat de mensen vaak een fout maken is, in plaats van dat die hun ellebogen hier tegen hun lichaam houden, die gaan hun ellebogen hier lekker buiten zitten en dan gaat je helemaal op je schouders aan het pressen. Ook heel, heel cruciaal hier, je ziet, elke rep is gecontroleerd. Hij heeft dat gewicht heel de tijd onder controle. De flat barbell bench press is de oefening waar dat blessures gebeuren. Waarom? Mensen willen te zwaar gaan, mensen willen hun one rep max testen. Wat gebeurt er dan? Die hebben dat gewicht niet onder controle en die scheuren heel hun fucking chest af. Yes. Twee dingen die bij mij ook helpen om die focus op mijn borst te houden. Er is enerzijds, voordat je gaat liggen, je schouderbladen samenknapen. En dan die ook samengekrepen houden. Dat gaat maken dat je schouders eigenlijk een beetje naar achter trekt, waardoor je ook niet mee naar voren en naar achter kunnen bewegen. En de tweede wat je moet denken is, de functie van je borst is eigenlijk om je ellebogen om elkaar toe te brengen. Dus dat is ook hetgeen waar je eigenlijk om moet denken als je prest. Dat je ellebogen om elkaar wilt toebrengen. En dan gaat dat automatisch voelen dat die contractie harder wordt. Maar daar wil ik wel een kleine nuance maken. Je moet inderdaad je rug stabiel hebben, sowieso. Maar je rug echt gaan samenknijpen, doe maar eens. Wat zorgt daarvoor als jij nu, hè, want wat gebeurt er? Als jij je chest, je ellebogen naar elkaar wilt toebrengen, dan gaat je scapula die gaat ronddraaien. Hè. Dus als jij echt hier gaat forceren om, ik moet dat perfect tegen elkaar houden, pres maar eens, dan ben je veel, veel beperkter. Hè. Dan ga jij je chest niet optimaal kunnen samentrekken. Dus daar is het een mooie
een mooi evenwicht zoeken tussen stabiliteit in je rug en niet overdreven samenknijpen, want dan ga je eigenlijk praktisch gewoon deze beweging aan doen. En daarmee gaat uiteraard niks doen. Als je nog in die opbouwende fase zit, niet te veel reps doen. Gewoon rustig omhoog gaan, nog geen energie verspillen. En als je doet een topset, naar beneden. Guys, ik draai op toe met mijn broer. We zijn op mijn content aan het shooten, onze cameraman. Training op YouTube, podcast beats. Dus als jullie nog vragen hebben, stuur een moment om je te stellen. We zullen eens zien hoe lang dat duurt voordat we een shitty comment krijgen. We zijn live op TikTok. Het gaat niet lang zijn, het gaat niet lang zijn. 10 secondjes, 10 secondjes. Ik geef het nog 5 minuten tot... Ben jij naturel? Zo jongens, laat jullie vragen maar achter. En we zullen tussendoor wel antwoorden. Dus, ik zit nog altijd niet op mijn max. Dus we blijven ook gewoon rustig opbouwen. Het zou dom zijn als ik nu ineens tot mijn failure ga gaan, want ik wil eigenlijk nog hoger in gewicht gaan. Want, zoals we al weten, hoe hoger gewicht je gaat gebruikt, hoe meer spiermassa je gaat triggeren. Dus ik zit nog gewoon rustig aan het opbouwen met deze eerste oefening. Dus ik kan nu gewoon 4-5 repjes doen, aanvullen, rusten erin en erbij. Dus bij mij is dat fucking lang geleden dat ik eigenlijk nog eens een barbell bench press heb gedaan. En eigenlijk is die reden, hè, dat zal wat controversieel zijn, want iedereen wil die barbell bench press doen. Nu, je moet realiseren dat dat eigenlijk een heel gevaarlijke oefening is om blessures mee op te lopen. Zeker en vast als jij fucking sterk begint te worden. Dus het is eigenlijk... Je moet eigenlijk de realisatie maken van, kijk, eigenlijk risk-reward is dat niet je optimale oefening. Risk-reward gaat jij veel beter gaan naar een flat chest press dat wij vorige keer hebben gedaan. Waarom? Je zit in een fixed motion. Hè? Je kunt je armen effectief naar elkaar toe brengen. Je gaat een veel betere contractie krijgen en veel, veel malen veiliger. Nu, waarom doen we die vandaag wel? Gewoon puur omdat we die heel veel mensen zien doen en verkeerd zien doen. En dat enorm, enorm gevaarlijk is voor blessures dus. Oké, maar dus, wacht, walk us through it. Wat is exact, waar hou je rekening mee? Je handpositie, je dingen, je zetten. Waar houden we rekening mee? Oké. Handpositie voor dummies. Handpositie, je hebt vaak van die lijntjes op je barbel staan. Ja? Je moet eigenlijk zorgen dat je handen in rechte lijn onder je ellebogen staan. Dus dat gaat ongeveer hier zijn. Voilà. Dat is bij iedereen anders. Dat kan niet iedereen zoeken. Dat is een beetje trial and error. Waar voelt dat voor u het beste aan? Dan wat we gaan doen, hè, we gaan uiteraard naar boven. Je zorgt dus, kijk, mijn ellebogen die zitten hier van buiten. Waar ga ik mijn ellebogen positioneren tijdens de oefening? Die gaan hier zitten, aan de binnenkant. Hè. Zo ga ik op mijn borst trainen en niet op mijn delt. Voilà. Dan gaan we simpelweg omhoog. Hup. Dan, cruciaal, tempo. 1, 2, 3. Press. 1, 2, 3. Press. Goed. 1, 2, 3. Hup. Press. Voilà. Zoals je ziet, gecontroleerd, gecontroleerd. Bij mij was je wat advanced, is met dat tempo beginnen werken eigenlijk ook wel echt wel een must. Advanced, maar ook voor het beginnen, hè. Uw reps traag uitvoeren, of dus met een bepaald tempo uitvoeren, voeren je de intensiteit ook drastisch verhogen. Je kan een goed tempo verhandhouden, dus inderdaad 3 seconden negatief. 1 is explosief. 1 isometrisch. Explosief. Dan maar 1 vast. Ah. Secondje vasthouden. Dus 3 seconden excentrisch. Dus negatief, secondje vasthouden. 1 seconde en explosief omhoog. Ja. Allee, lightweight mod. Je moet niet per se op je chest laten zakken. Nee. Maar ik zou zeggen, centimeter of 2 ervan verwijderd, perfect. Waarom? Als jij te diep gaat zakken en echt tot op je chest, dan gaat je schoudergewricht weer te veel gaan belasten. Tenzij je uiteraard de fucking dikke tieten hebt, maar laten we ervan uitgaan dat dat niet het geval is. Voilà. Push. Mooi. Oh,
Push. 2, easy. 3. 4, easy. Kom al, easy. Push. 5, easy. Up. 6, 2. Push. Up. Eentje. Lightweight. Push. Yes. 2. Up. 3, come on. Werk aan. Een chest compound gaan we over naar een shoulder compound. Dan gaan we naar een tricep compound. En dan gaan we naar een chest isolatie en een shoulder isolatie. Zo basic zit eigenlijk een goede push workout in elkaar. De bedoeling is dan wel dat je uiteraard, zoals altijd, bij elke oefening alles fucking geeft. Het hoort alles fucking geven. Hier uiteraard, we gaan terug even opwarmen. Of opwarmen, we zijn warm. Maar we gaan gewoon langzaamaan die beweging aanvoelen. We gaan hier wel op een sneller tempo stijgen. Nu, dat is een redelijk zwaar machine, dus zoveel meer als 30, 40 kilo gaat dat niet worden. By the way guys, we zijn een push workout aan het doen. Dus ga zicht tegen ons. Ik krijg geen massa bij. En toch eet ik veel en ik heb een supersnel metabolisme. Dan is mijn eerste vraag al sowieso. Weet jij wat je eet? Heb jij ten eerste je caloriebehoefte berekend en zeg je onttrekken wat dat je eet. Voilà. En dat is altijd het ding met die gasten. Ja, maar jongens, ik eet heel veel. Ik eet 's ochtends 6 boterhammen. Wat dat voor mij veel is, is wat dat voor u niet veel. Snap je? Wat dat voor u veel is, is voor mij fucking peanuts. Ja. Dus je moet daar eerst naar je kijken. Je kunt ook gewoon op dat vlak iets meten echt weten. En dat is misschien niet leuk om te doen, maar ja. Als je het niet trakt, hoe kun je dan weten of dat je goed bezig bent of niet? Yes. Dus je kunt niet zomaar zeggen, ja maar ik eet veel en ik kom niet bij. Ja, dat is echt een beetje gewoon uit de vingerwerk. Dus voilà, exact. Dat is de eerste factor. Dus kijk van oké, hoeveel eet jij? En dan de tweede factor uiteraard, hoe actief ben jij bezig doorheen de dag? Heb jij een mega zware fysieke job? Gaat jij nog eens met je fiets naar je job en nog eens terug? Ga jij dan nog eens met je fiets naar de fitness en nog eens terug? Logisch dat jij dan nog zoveel extra meer moet eten. Dus dat is niet een kwestie van, oh, ik heb een mega snel metabolisme. Nee, dat is puur een kwestie van, je gaat gewoon te weinig eten voor de hoeveelheid dat jij effectief verbruikt. Ik frit echt veel en neem relatine voor concentratie. Definieer veel. Schrijf je voedingsschema uit, definieer veel. Echt waar. Voilà, Becky, je moet het echt gewoon berekenen. Drop gerust je voedingsschema en we zullen wel zeggen dat het genoeg is. De Pieter VDS die veel kracht heeft verloren, die is van 103 kilogram naar 89 kilo gegaan om te cutten. Dus ja, als je zoveel gewicht verliest, dan is het natuurlijk ook al normaal dat je kracht verliest. Hè? Als je van 103 naar 89 gaat. Nu, je moet ook wel kijken op wat voor tempo dat je dat doet. Als je dat in een tijdspanne doet van slechts 2 of 3 maanden, jij verliest letterlijk, wat is het, 13, 14 kilo op 3 maanden tijd. Dan is dat compleet normaal dat jij echt een heel zware diep gaat krijgen in je kracht. Als je dat op een rustigere manier doet, dat jij al je kracht en al je spiermassa kunnen behouden en zelfs progressen als je dat op een juiste manier doet. Voilà. Maar ja, vaak willen mensen net, ik wil fucking snel afvallen, ik wil fucking snel dit. Ja, dan gaat jij moeten opgeven in de zin van kracht. Sowieso. Jos Vermeulen, het is allemaal makkelijk gezegd om veel te eten, ik krijg het niet binnen. Laatste gast, wij zijn alle twee, gelijk iedereen, begonnen met jouw germen onder de 70 kilo. Wij hebben alle twee fucking meer dan 5 of 6.000 calorieën per dag moeten fritten. Ik heb een periode gehad dat ik s'nachts opstond om nog eens een dikke shake te drinken. Om genoeg calorieën binnen te krijgen. Oftewel heb je excuses en je rookt er nergens. Oftewel, doe er gewoon wat je wilt. Allee, wat je moet doen om te bereiken wat je wilt. En je stopt met erover te zaken. We hebben allemaal die periode gehad. Als je echt spiermassa wilt bijkomen, dan moet je veel eten. Is dat plezant? Nee. Is dat nodig? Ja. Dus je moet kiezen. Oftewel, doe het.
Oftewel, what if you want a pussy boy? Rust pauze zit. Yes. Come on. Nee, come on, come on. Up, 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 up. Team. Come on, up. Vergeetjes nog even zeker. Come on. Up, 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 up. Nog niet failure. Come on, duwen, duwen, duwen. Up, up, up. Oi, oi. Twee. Up. Drie. Come on, man. Pushen. Up. Vier. Doorgaan. Come on. Up, 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 up. Come on, duwen, 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 duwen. Up. Maar deze is wel echt een tricep power oefening. Dat is echt wel de bedoeling. Dat dat echt een oefening is waar dat je progressive overload toepast en dat je sterker wordt. Hè. Echt een tricep power oefening. En wat gaat dat zijn? Een skull crusher dead stop. Let's go. Dus dead stop. Deze is even pussy weight. Gewoon puur om de oefening. Ja. Nu Ismael Diallo. Wajo, zijn jullie de broers van Casper of wat? Ja, wij zijn de broers van Casper. Effectief. Dus je kunt dat oftewel zo doen met die deadstop, hoe dat ik dat persoonlijk nog beter vind, maar Jonas wou per se met deadstop, dus we gaan dat wel doen. Hoe dat ik ze nog beter vind, is die spanning op die tricep houden. Dus ik ga echt tot aan mijn wenkbrauw, hup, squeeze. En dan rustig terug, spanning op die tricep, hup, push. Spanning op die tricep, voel die stretch, push. Zo vind ik die nog beter dan als je echt achter je hoofd gaat, hup. Voilà, ik ga die waarschijnlijk zo doen. Jonas gaat die waarschijnlijk dit stop doen, dan moet hem zelf weten. Okay. Rustige mot. Rustig, rustig, rustig. Toch wel dood zijn. Vlammen. Daarom moeten we dus geen voorbeeld ontpakken. Hè? Gewoon voor er tussendoor, wat product placements, schaamteloos. Schaamteloze product placements. This live is sponsored by Iron Ice. Aminozuren, taurine, hoog in glutamine, citrulline, electrolytes voor hydratatie. Alles erop in de rond. Full option, intra-workout. Oh, ik zie geen handige. En dan stond ik achter onderaan bij de geboorte. I'm ready to rumble. Doe maar wat. Go loose. Heel easy dit. Fucking easy zo. Dan kan je mijn bommen dan. Fucking held. Oké, oké. Oké, ça va, ça va. Go do it your way. Voel niks. Ah. Niks! Come on, let's go. Nog eentje. Alles dat je het. Goed. Handen doet
vooral, yes, dat je hier gaat doen, is een combinatie met een press en een fly. Maar hier, het goede is, je hebt geen dumbbells vast, dus je kunt effectief ellebogen volledig tegen elkaar gaan duwen. Hup, en press, ellebogen tegen elkaar. Voilà, man. Beast. Let's go. Hup, zie je dit zo die chest, man? Hup, push, voilà, man. Hier, kanonnen, godverdomme. Double D's! Als je voelt dat een gewicht te laag is, niet te veel reps doen. 4, 5, stoppen, omhoog gaan. Ik heb gelijk in de rest plus set eigenlijk, op een manier. Water aan dat je dat zo doet. Bosch, voilà, nog 2 man. Goed, nog eentje, let's go. Bosch, hup. Yes. Dag heren. Hup, Bosch. Dus we gaan nu nog een speciaal setje doen. Normaal gezien doe ik niet al te veel speciale setjes in één workout, maar gewoon dat is vroeger per se. Dus we gaan hier een cluster setje doen. Wat is dat juist? Je pakt eigenlijk een heel heel zwaar gewicht en je gaat 4 setjes doen van slechts 4 reps. Dus dat is hoe ik dat liefst doe. Nu, je hebt ook mensen die zeggen, oké, ik doe 6 setjes van 4 reps. Ik doe 4 sets, 4 reps, met elk zijn 15 à 20 seconden rust ertussen. Dat is eigenlijk een cluster setje. Cluster sets. Ook een manier om de staat te verhogen. Hou eens nu. Kom aan. Af. En dan ook bij die cluster set willen we eigenlijk nog altijd wel naar spierfalen gaan. Hè? Dus in mijn geval, je hebt 4 setjes van 4 reps. Die eerste 2 setjes van 4 reps moeten redelijk smooth gaan. Die derde, dat moet al echt moeilijk gaan. En die vierde mocht je eigenlijk niet volledig kunnen completen. Als je dat wel kunt, betekent dat eigenlijk dat je gewicht te licht is voor je cluster set. Hop, 3, kom op, push. Hop, 4. Korte break, volgens ons 2 sets. Mijn broeders Gorilla. We verkiezen de Marion Brothers. Kom op, bro, hop, hop, hop. 1 aan. Zoals je hebt gezien, ik heb 3 sets kunnen vervolledigen, maar die derde set was al fucking pittig. Die vierde set, ik weet, ik ga niet nog eens 4 reps kunnen doen, maar dan heb ik mijn doel bereikt. Met een heel zwaar gewicht, meer reps gedaan en compleet op spierfalen gegaan. Was het voor een beetje. 1. Kom op. 2. Hop. 3. Kom op. Hop. 1. Duw, come on, come on. Yes. Woe. Die scheuren erin. Ja, man. 2, voilà. Ellebogen naar elkaar toe. Onder controle. Let's go. Push. 3, goed. Nog eentje. Push. 4, voilà. 2, voilà. Goeie reps, man. Kom op, op je chest. 3, goed. Push. 4, voilà. Kom op. 13, 1, let's go, kom op man, alles. 1, 2, goed, kom op. 3, goed. Ellebogen naar elkaar toe brengen, hup. Yes, oké, okay, goed. 13, 12, 11, 1, let's go, kom op. Ha, hup, 1, goed, hup. 2, goed, kom op, hup. 3, goed, hup, kom op. 4, hup. Voilà, man. Rustig terug, gecontroleerd. Voilà, hou die spanning erop, hou die spanning erop. Voilà, man. Oeh, mag mijn titel als grote broer nog behouden? Nog even. Kijk, ik ga even naar onze laatste podcast, daaronder zit de link. En daar zie ik ook een template voedingsschema en een trainingsschema, waar je eigenlijk over een heel lange tijd goed mee aan de slag kunt. Dus doe misschien dat als eerste. Verder zijn wij ook aan het werken aan een leuke deal. Wij zijn eigenlijk een Google e-books aan het schrijven met een heel, heel diepgaand stuk. Dus, we zijn side raises aan het doen, maar op een manier waar dat je waarschijnlijk nog niet vaak hebt gezien. Vaak doen mensen dat oftewel staand, oftewel zittend zo. Dat zijn ook allemaal goede manieren. Hè? Maar als je echt je beweging van je hele lichaam wilt minimaliseren en echt puur op je side raises, op je side delts
ga willen werken, dan is deze echt een heel, heel mooie oefening. En zoals ik zeg niet dat er geen plaats is voor die andere variaties. Ik zeg gewoon, in vele gevallen is deze echt wel mijn go-to. Gewoon puur omdat je zoveel controle hebt, zoveel spanning kunt zetten op die sidebelt. Want inderdaad, wat je wel ziet, is dat mensen automatisch dit beginnen doen. En ja, denk je het logisch, hey, je begint veel vanuit de benen te swingen, vanuit de onderrug te swingen. Dus je sides zijn veel meer aan het werken. En dat elimineer je met dit natuurlijk. Het ding is wel, hè, als jij weet wat je aan het doen bent, dan kan dat. Maar als jij een beginner bent en jij weet niet wat je aan het doen bent, jij weet niet wat jij moet voelen, dan is van deze doen geen goede optie en ben jij veel beter af met een veel, veel gecontroleerdere oefening, veel gecontroleerdere setup. Unity Gym, echt, hands down, de beste fitness die ik al gezien heb in België. Voilà guys, dat was het voor vandaag. Dat was onze push-workout. Dus als je eens een push-workout wilt proberen, deze is een zeker een aanrader. Ik zit helemaal nokvol. Als je goed doorknalt, ik denk tijd dat je nodig hebt, 45 minuten, 50 Absoluut. Minuten, zoiets. En het ding is ook, we hebben 5 oefeningen gedaan, hè, over heel de push-workout. 1 compound chest, 1 compound shoulder, 1 tricep power movement, 1 isolatie chest en 1 isolatie shoulder. Meer heb je ook niet nodig als jij die oefeningen goed doet en all-out doet. Voilà. Ja, voilà. Voilà guys, veel succes. Als jullie nog vragen hebben, leave in de comments. En daar is het voor nog. See you later.